Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Mag ik deze afgeven? Ja, tuurlijk, dat mag. Alsjeblieft. Dank u wel. Verkiezingsnieuws van algemeen belang is weinig voor deze gemeente. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Wij hebben altijd in de oppositie gezeten samen met de VVD. En samen met de VVD werden wij ineens de grootste. De VVD de grootste. Dat scheelde 135 stemmen. En toen was het echt van, oh jee, en nu? Want nu moeten wij aan de bak. En aan de bak gingen ze. Algemeen Belang Zwijndrecht vormde samen met de VVD, de Partij van de Arbeid en de SGP ChristenUnie een college en leverde een wethouder. Ze kwamen vervolgens met een nieuw soort politiek. Niet meer denken in oppositie-coalitie, maar in goede en slechte plannen. Dat betekent als een oppositiepartij, maar die kunnen zich nooit zo gevoeld hebben de afgelopen 4 jaar, een voorstel indient wat goed is, dan wordt dat geaccepteerd. En als coalitiepartij, je hebt een wethouder geleverd, en dat is wel bizar wat ik begrijp, kun je tegen het voorstel van je eigen wethouder zijn. Het wordt niet gezien als een motie van wantrouwen. Nou, dat werd in het begin wel geroepen, maar toen heb ik gezegd, hoezo? Als je voor de verkiezingen ergens tegen bent en je levert een wethouder, dan ben je niet ineens voor. Een van de zaken waar ABZ zich de afgelopen jaren sterk voor maakte, is de natuureducatie bij het Weetpunt. Een informatie- en bezoekerscentrum in het Munnekenpark. En wanneer is het lichtste? 12 uur. Om 12 uur en dan moet hij staan in het? Noorden. In het zuiden, want we hadden, dus zei die moeder al, we willen graag de tuin op het zuiden hebben. Dus je moet investeren in vrijwilligers. De overheid trekt zich steeds meer terug. En dan moet je die vrijwilligers die je hebt, moet je koesteren. Nou, dit is echt een geweldig voorbeeld waarvan ik hoop dat we dat ook in buurthuizen die we veel hebben, waar we bij de campagne veel commentaar op krijgen, dat die huizen eigenlijk altijd gesloten zijn. Om echt op zoek te gaan om samen met mensen uit Zwijndrecht, met ons als raadsleden, te zorgen dat er leven in de brouwerij blijft. Ronald Roel van de lokale omroep Atos Radio volgt de Zwijndrechtse politiek al jaren. Hij is best te spreken over hoe Algemeen Belang het deze collegeperiode gedaan heeft. Nou, ik kan niet zeggen dat ze het slecht gedaan hebben. Het is een partij die zich toch wel onderscheidt van, laten we zeggen, de gevestigde politiek. Ze zijn anders. Ze proberen wat meer het contact met de burgers toch wel te onderhouden. Het is merkbaar dat ze er zijn. Maar of de inwoners van Zwijndrecht er ook zo over denken? Heel Nederland zie je natuurlijk die partijen van Algemeen Belang zie je dus in de gemeentes opkomen. Vaak zijn ze versnipperd. Dus ja, dan denk je, ja, wat is dat nou helemaal voor iets nieuws? De politiek is zeer beslist niet dichter bij de mensen. Nu is ineens iedereen is bezig om zich te presenteren. En dan denk ik, joh, had dat nou de afgelopen 4 jaar op zich eerder gedaan? Er is ook kritiek op Algemeen Belang Zwijndrecht in die zin dat ze hebben een fractie van 5 leden. De fractievoorzitter, Fred Loos, die speelt daar wel erg de eerste viool in. Min of meer terecht als hij de fractievoorzitter is. Maar de andere fractieleden komen niet zo erg uit de verf. Die blijven toch wat op de achtergrond. En nou, daar zou ik wel eens wat meer van willen horen en weten. De mensen die bij ons op de lijst staan zijn buiten zeer actief. Er zit een jongerenwerker bij die echt met zijn voeten in de aarde staat. En ja, een kapper, daar wordt echt alles tegen verteld. En op die manier kom je dan aan de informatie die je nodig hebt om je raadswerk goed te kunnen doen. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit wie dan hier tussen deze 4 muren het woord voert. En dus gaat Algemeen Belang met een positief gevoel de verkiezingen in. En dat is volgens Roel ook wel terecht. Ik denk dat ABZ tenminste zijn 5 zetels zal handhaven en er komt vast wel een zeteltje bij. Maar er is concurrentie van nog 2 lokale partijen. De Zwijndrechtse Pluspartij, afsplitsing van de Partij van de Arbeid en het Perengenootschap Zwijndrechtse Waard. Dus het wordt nog spannend.